Ik zou het allerliefst kerst vieren met Justin Bieber. Oeh, wie ik graag aan de feesttafel wil hebben. Ik zou denk ik graag met SpongeBob kerst willen vieren. Kim Kardashian. Ja, nou, je papa is er niet bij. George Clooney. Dat is best een lastige vraag. Oh god, ja. Oh, dat weet ik zo. Ja, Maxima. Dan zou ik dat heel graag willen doen met mijn vader, omdat ik hem heel erg mis. Wie dan? Jango Fett. Van Star Wars. Kan iedereen even googlen misschien, ja. Voor de mensen die hem niet kennen. Marilyn Monroe. Kan niet, maar het zou leuk zijn. Ik heb net die documentaire over haar leven gezien op Netflix. En die heeft me enorm aangegrepen. Maakt maar niet uit, Les. Zou ik heel graag met Kris Jenner aan tafel willen zitten. En dat zij mij een miljardair maakt. Dat ze mij gaat uitleggen hoe ik in godsnaam zo succesvol word als haar hele familie. Ik wil ook die poen. Wat ik met Justin zou willen doen is eigenlijk gewoon eens kijken wat voor man hij nou eigenlijk echt is. Ten eerste, ze doet het zakelijk nou, best goed. En ten tweede, kijk, boobtape erop krijgen, dat kan ik, geen probleem. Maar ik wil graag weten hoe je het eraf krijgt. De cast van Stranger Things. Oké, makkelijk. Ja, kunnen we regelen. En het lijkt mij zo gezellig om hem aan mijn kersttafel te hebben. Ik denk echt dat hij dat naar een ander niveau tilt. Ik hoop natuurlijk krabburgers eten, maar ik weet niet. Hij werkt de hele week bij de Krusty Krab, dus misschien heeft hij daar met kerst geen zin in. Ja, samen zijn weer. Dat lijkt me heel mooi.